Carnavalsvereniging De Meerpoel uit Someren viert dit jaar het 55-jarig bestaan en dat is in carnavalskringen een jubileumjaar. Op zaterdag 10 november vindt het Prinsenbal plaats in Zalencentrum Centraal. Goed nieuws, komende zaterdag is de Prinsenbal van de carnavalsvereniging De Meerpoel. Niels zit erbij, Niels de nieuwste. Hoe was die eerste prins voor jou? Ja, dan zal ik even afwachten wie uiteindelijk uit het schip komt. Maar iedereen, elke prins heeft zijn, zijn kwaliteit en deze prins ook. Dus hartstikke goed bevallen. Ja. En Niels zelf? Een heel mooi carnavalsjaar geweest. Niks over te klagen. Dat geloof ik. Maar wat heb je allemaal meegemaakt? Wat waren jouw hoogtepunten? Ik heb vele hoogtepunten gehad. Nou, een van de hoogtepunten waar me altijd bij zou blijven is 3FM, waar we toen tijdens het carnaval nog heen zijn gegaan. Dat was hartstikke geweldig. Dat komt er normaal nooit? Nee, dat is volgens mij nog niemand geweest als prins zijnde. En ik mocht er dan wel heen. Ja. En dat was gewoon een hele mooie middag. Ja. En daarbij komen nog veel meer mooie activiteiten. De tent hier, de klonktent, was hartstikke gezellig. Noem maar op, eigenlijk was elke activiteit wel gezellig. Na de carnaval was voor jou ook helemaal gedaan of ben je nog vaker op moeten treden? Na de carnaval is de hele tijd rustig geweest. Na de laatste paar weken hebben we weer een paar activiteiten gehad. Dat is wel weer even wennen, je moet je pak weer aan. Nou, dat is lang geleden. Maar als je het pak eenmaal aan hebt, dan zit de stemming er ook meteen in. Dus het voelt nog steeds goed. Ja. Ik weet dat het een eind aan komt, hè. Dat is nou komende zaterdag. Ben er aan toe om te stoppen? Ene kant denken we, het is mooi geweest, het jaar is voorbij. Andere kant denken we, het had nog wel iets langer mogen duren. Ja? Ja. Dat doen we niet. Hier in Zummeren wordt niemand twee keer prins. Nee. Dat is de afspraak. Ja. Eén keer prins en daarmee houdt het op, in ieder geval voor het prinsenjaar. En dan mag Niels en Dorien mogen ook op examen. Dus om uiteindelijk toegetreden te worden tot de prinsengarde. Ja. Hoe je het zelf voor de examen doen? Dat weet ik zelf ook wat het is, ja. Dat is weer een tijdje geleden, maar uiteindelijk is iedereen ooit geslaagd. De ene met een herexamen, de andere direct. Dus we zijn benieuwd wat ze er vanaf gaan brengen. Niels weet nog niet wat hij moet doen? Nee, ik weet nog niet wat hij moet doen. Dat is een examencommissie onder leiding van de vorige prins, hè, prins Chris en prinses Yvonne. Dus die gaan een examen samenstellen en dan komen ze vanzelf achter wat dat allemaal inhoudt. Ja. Jij wordt een heel bijzonder prins. Een jubileumprins? Ja, de 55ste prins. Dus 5 keer 11, dus jubileum in carnavalsland. Dus we hebben dit jaar ook een speciale jubileumcommissie die diverse activiteiten op touw heeft gezet. En onze eerste activiteit begint eigenlijk met Prinsenbal, met de verkiezing van de 55ste prins. Ja, dat moet dan een speciale prins zijn. Niet dat Niels niet speciaal is, maar dat wordt dan nog specialer. Ja, goed, uiteindelijk is elke prins uniek en dat zal de 55ste ook zijn. En natuurlijk proberen we er rekening mee te houden wie gaan we vragen, noem het maar op. Maar uiteindelijk ligt het meer in het programma in de rest van het seizoen dat we het 55ste jaar meer willen aanstippen dan de prins zelf op zich. Dus, Ik ga ervan uit wie de prins wordt. Dat weet ik, ja, zeker. Misschien enkele andere. Ja, met een commissie, de Prinsenkeuzecommissie noemen we dat. En daarmee. Gaan we op tijd in het jaar om tafel om eens te kijken van wie ze wordt onze komende prins van het jaar. Ja, nu doen we ook aan Prins Roy. Niels, wie wordt het? Er worden een aantal namen genoemd. Ik zou het echt niet weten. Ze vragen mij ook, en wie wordt het? Want veel mensen denken dat ik het ook weet. Nou, maar ik weet het niet. Nee. Nee, daar komen wel namen voorbij dat ik denk, de tips die rijmen wel met die persoon. Maar ja, als ik de volgende persoon ga vergelijken met de tips, dan kan het toch zomaar zijn dat hij de prins wordt. Dus. Ik weet zelf hoe dat vorig jaar ging en dan komt er zeker maar Niels Rooijakkers uit. Ja, voor vele mensen denk ik een verrassing. En toen we de tips samen hebben gemaakt, en dan gaat natuurlijk niet de makkelijkste tips weggeven. En het zijn allemaal wel verklaarbare tips, maar ja, je moet net de juiste snaar weten te raken. Dat is soms gevaarlijk, of niet een tip geven? Ja, dat is zeker. En we krijgen vaak het commentaar van ze zijn veel te moeilijk. Maar uiteindelijk willen de mensen het ook niet weten. Dus je wilt ze wel op een spoor brengen. Maar uiteindelijk zijn de mensen toch zo nieuwsgierig dat ze zeggen van Charles, je wilt, dan wil ik het wel vertellen. Maar dan zeggen ze ook van nee, laat het maar wachten tot die avond. Dus aan de ene kant wil je het spannend maken. Anderzijds wil je het ook niet te ver van de werkelijkheid af laten. Om veel tips willen? Op zich wordt er aardig wat geraden. Het komt allemaal via onze vorst binnen. Die houdt dat allemaal bij. Maar zeker de laatste weken wordt er het meeste geraden, ja. We gaan zaterdag denk ik een gouden greep als tegen die eerste jeugdprins op dezelfde avond. Dat is wel makkelijk. Ook slim. Nou, niet makkelijk. Het mes snijdt aan een paar kanten. Voorheen was dat in Jongerencentrum de Komeet.
was een week na het Petersbal. Ja, op een gegeven moment hebben we gekozen voor het weer samenvoegen van de twee bekendmakingen. Enerzijds om ook de jeugd bij de rest van de vereniging te betrekken. Dus altijd een wens om die twee, de jeugd en de grotere als het ware, meer met elkaar op te zien trekken. De jeugd is voorafgaand, begint om 7 uur. En op die manier hebben we al lekker vroeg de stemming erin met de jeugd. Met de ouders en familie die er allemaal bij komt kijken. En daarnaast hebben we dan ook de switch en de connectie met de rest van de vereniging. En die blijven dan ook allemaal hangen, die jeugd en die ouders en die mensen er zijn? Ja, dat hopen we wel natuurlijk. Op een gegeven moment is het officiële programma voor de jeugd wel afgelopen. Het blijft natuurlijk jeugd en we hebben een bepaalde commissie die ze verantwoordelijk is voor de begeleiding daarvan. Dus op een gegeven moment dan houdt dat daar op. Maar diegenen die willen blijven zijn natuurlijk blijven van harte welkom. Tussen de jeugd en de ouderprins zit wel wat tijd. Er zit wel wat tijd en dat is ook vooral besteed om de jeugd ook wat te laten feesten natuurlijk. We beginnen rond de klok van 7:15 met de bekendmaking van de jeugdprins of prinses en de jeugdraad en dergelijke. Dus dat is al op zich een mooi evenement op zich. Vervolgens gaan we natuurlijk ook afscheid nemen en deinstalleren van prins Niels. Ja, betekent Niels dat je alles in moet leveren? Mag je nog wel dingen houden? Hij mag wel wat aanhouden, maar diverse zaken moet hij inleveren. Steekmaker houden, of niet? Steekmaker houden, ja. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk een mooi plekje thuis en in het vervolg zelf meenemen naar de activiteiten als ik ben toegetreden tot de prinsengarde. Ja, voor jou is het niet afgelopen hier, maar. Nee, ik zal nog geregeld meegaan. En kan natuurlijk. Je mag zelf je activiteiten uitkiezen. Maar ik zal geregeld aanwezig zijn bij de vereniging. Een geruststelling, Ruud. Hoe meer mensen van de ex-prinsen blijven, hoe beter dat is. Ja, goed, daar hoop je natuurlijk wel altijd op om een vereniging levendig te houden. En wat verjonging en vernieuwing, dat is altijd goed. Ja. En dan naar de prinsonthulling zelf, hoe laat is dat? De prinsonthulling zelf zal rond 9:30 gebeuren. Ja. Dus, op een speciale manier of op de normale manier? Dat wordt in principe op de normale, tussen haakjes normale manier gedaan. Dus we hebben de zogenaamde trapscène bij de residentie. En vervolgens wordt die met een meerpoolschip wordt die binnengereden. Dan wordt er afgeteld tot het moment suprême. En dan is de onthulling en de installatie en feliciteren. En uiteindelijk hebben we nog een topartiest op de planning staan. Komt dadelijk op, maar wat altijd heel lang duurt is die proclamatie. Jezus Christus, duurt dat lang. Proclamatie, ja. Moet voorgelezen worden. Moet goed voorgelezen worden. Dat is ook het enige moment dat die voorgelezen wordt. Dus door een paar mensen wordt er een hoop tijd en energie in gestoken. Dus dat is in ieder geval een mooi moment om daar de aandacht aan te geven. Ja. Maar natuurlijk zeggen, maar die prins is niet in de zaal of is hij wel in de zaal? Of die dan in de zaal? Ja, ik mag er niks over zeggen, nee, inderdaad. Nee. Het is wel spannend dat mensen elkaar aankijken van die zal misschien wel horen. Mensen die normaal nooit komen. Nou ja, ooit vorig jaar hadden we zelfs een groepje mensen in de zaal die zeker wisten dat iemand het werd. Dus dat was voor hun in principe een teleurstelling, maar we zullen het zien. De burgemeester heeft ook nog een rol? Ja, de burgemeester zal ook aanwezig zijn en zal ook op het podium een woordje doen richting de nieuwe prins. Oude prins niet? Oude prins niet, nee. Op dat moment niet, nee. Dus, wat een cool bij jullie, of niet? Nou ja, er ligt wel een draaiboekje aan de grondslag natuurlijk. Dus we willen daar. Het is ook een beetje een visitekaartje van de vereniging natuurlijk op zo'n avond. Dan wil je goed voor de dag komen, dus we proberen dat een beetje in goede banen te leiden. Nou, nodig jullie een artiest uit die helemaal niks met protocols, hè? Ria Valk. Nee, maar die heeft wel alles met carnaval. En daar vonden wij in dit geval een stuk belangrijker. Dus, Ria Valk? Nou goed, we willen wel een echte carnavalsartiest eigenlijk halen. Zeker gezien het jubileumjaar. Maar we verwachten ook. Elke carnavalsvereniging in Groot-Zomeren, in ieder geval, die zijn allemaal uitgenodigd vanwege het jubileumjaar ook. Dus die zullen of in grote getalen of met een delegatie zullen die ook naar ons prinsenbal komen. Dus we verwachten in ieder geval een gezellige drukte. En die Valk die zingt dan een worstjes op de borstjes en andere hits. Ja, ongetwijfeld zal die hit voorbij komen. Ja. Dus, ik heb ze eigenlijk nog nooit live gezien. Dus, lijkt me een heel gek wijf. Ik laat me eigen verrassen. Ja. Nog meer op die avond? Maria Valk alleen kunnen er niet meer komen, hè? Nee, we hebben nog twee dj's uit eigen geledingen. Vanuit de Raad van Elf twee dj's. Die zullen het sfeer erin brengen. Daarnaast waren Hofkapellen natuurlijk, onze eigen kapel. En ook van andere verenigingen. Dus het wordt ontzettend gezellige avond verwachten. Hoe gaat Prins Niels de Nieuwste die avond beleven?
Nou, ik ben de eerste die de nieuwe prins mag zien op de fotograaf nadan. Ik mag eerst 3 vragen stellen om vervolgens te raaien of ik het goed had gedacht, maar aan de hand van de tips. Dan kunnen we even samen boven op de eerste verdieping bij de residentie zitten. Even samen het een en ander bespreken. Dan ga ik naar beneden voor de trap. Trapscène, of hoe ze ook willen noemen. Dus je hoort dan wie de prins is als hij komt? Ja, als hij dan krijgt heel de vereniging hem te zien en dan gaan we de zaal in en dan wordt hij voor iedereen onthuld. En dan ben ik vrij, dan ben ik geen prins meer. En ik hoor nog steeds niet bij de prinsencommissie, dus het zal een beetje zoeken zijn voor mij. En ik zal die avond van de andere kant beleven. Ja, dan is zaterdag voorbij. Het is trouwens niet de 11e van de 11e, het is de 10e. Het is de 10e, ja. Dat eigenlijk te vroeg, of niet? Eigenlijk zijn we een dag te vroeg, dat klopt. Maar vandaar dat we om 12 uur op die 10e, zeg maar, de 11e van de 11e, samen vieren. En dat hebben we inderdaad bewust gedaan om ervoor te zorgen dat de rest van de verenigingen ook kunnen. Want die hebben op de 10e eigenlijk nog geen programma hebben om zo, op die manier samen ons het jubileumjaar te vieren. Wat was het eerste uitstapje van de nieuwe prins? Ja, dat was daar vast weer. De 11e van de 11e, 's ochtends. We hebben een jubileumbrunch. Waarbij we spek en broodjes en onze eigen meerpoelsoep gaan introduceren. En vervolgens gaan we met de hele club gaan we naar Zomerheide. Die ook een festival hebben wegens het 11e van de 11e. Dus zondag mogen we meteen weer aan de bak. Ja. Of je afscheid van Prins Niels is er niet bij? Dat hebben we vorige week gehad. Vorige week hebben we intern afscheid genomen. Dus met de vereniging zelf en de ouders van de prinspaar hebben op een gezellige manier afscheid genomen van hem. Dus dat is al op zich al geweest. Ik zou de vraag wat vonden van Niels? Dat was een hele gezellige avond. Er werden maar stukjes voorgelezen, voorgedragen. De Raad van Elf had een heel mooi filmpje gemaakt. Het was een film van een half uur. Veel tijd ingestoken, er zat veel humor in verwerkt. Het was gewoon een gezellige avond. Overblijft zijn de filmpjes en de foto's nou, hè? Ja. Vanaf volgende week. Ja, er zijn genoeg foto's gemaakt. Ik heb van elke activiteit ook foto's gekregen van onze hoffotografen. En dan kan je op zijn tijd nog eens een keer wat terugkijken. En dan denk ik, dit was ook leuk. Of, dit was ook leuk. En, ja. Ja, alles weer naar boven. Ruud, 55 jaar, betekent dat ook de rest van het jaar nog speciale activiteiten? Ja, dus nogmaals, onze jubileumcommissie hebben diverse activiteiten bedacht. We hebben wel gekeken van, we kunnen niet alles organiseren, want dan wordt het misschien te veel van het goede. Dus we hebben een paar dingen eruit gepakt. We hebben een nieuwe vlag hebben laten maken. Er is een Guinness Book of Records recordpoging willen we gaan doen. Als wat? Een soort van Polonaise lopen, een soort wereldrecord Polonaise lopen op carnavals maandag. Dus de precieze afstanden en dergelijke moeten nog bepaald worden, maar daar zijn we druk mee in overleg. Is er al een record? Ja, dat is al een record. Die moeten gewoon breken? Die moeten we doorbreken, ja tuurlijk. Anders is het, kan ik zeggen dat het eerste keer doet, dan hebben we altijd een prijs. Nee, het is wel een verbreking van een bestaand record. Ja. Dus, mensen moeten dan lopen, hoeveel kilometers moeten je maken? Nou, dat zit volgens mij rond, dan moet ik een beetje op mijn beurt spreken, volgens mij rond de 13, 14 kilometer in Polonaise. En dan moet de Polonaise ook op nog een bepaalde manier gedaan worden volgens de geleerden. Dus het is niet zomaar achter elkaar bewijs van aanstappen. Dus, maar dat is wel het doel om dat te halen, om vervolgens uiteindelijk met de optocht eigenlijk de laatste meters te volbrengen. Dus, hoeveel mensen heb je dan nodig? Een paar duizend. Het valt in principe mee. Het gaat hem vooral om over de kilometers die gedaan moeten worden. Dus, Was het iets van de zeemer, of de meermin die ergens naartoe moet? Ja, de bronzen meermin die we een hele tijd geleden aan de gemeente geschonken hebben, willen we een plaatsje geven in het centrum. Er komt nog een speciale feestavond. We zijn bezig met het jubileumboek. Er worden van allerlei zaken worden georganiseerd. En uiteindelijk is het op 1 juli 2019 dat we officieel eigenlijk 55 jaar bestaan. Dus we werken eigenlijk toe naar die datum. En dus het start eigenlijk aankomende zaterdag met de Prinsenbal en werken zo tot 1 juli 2019. En dan zit het jubileumjaar erop.